No sé, ella dijo amor, no más que diría, ¿no?
Het is vannacht erg koud geweest en het is nu 10 uur en we wilden nog even snel weg om boodschapjes te doen. Maar we komen dus de auto niet in, want alles is dichtgevroren. De lieve cadeautjes! Nee joh! Toen wij als aan het omkleden waren! Ja! Dit zijn er echt veel! Wow! Mama, ik was zelf voor afgevallen, toen had ik een boogelijk gegeten. Omdat ik dacht dat het al van hier was. Snoepkont? Oh. Ik zie daar eentje van Leepie, van Sterre. Dat is... En trevlig sak så här års är alla julkort man får. Och här kommer det från Askungen som berättar om sin fina festklänning. Vem som hjälper henne? Ja, det får ni se här. Nou, we gaan vandaag een recept eten wat we in Nederland altijd bij mijn ouders aten. En hoewel ik het als kind helemaal niet lekker vond, ben ik het nu dat ik ouder ben toch wel lekker gaan vinden. Het is rijst, daar komt vis bovenop en daarna een sausje van cheddarkaas. En dan gaat het eventjes in de oven. Dus dat gaan wij vandaag lekker eten. Het is bijna 12 uur. Dat betekent dat we lekker gaan ontbijten met z'n vijfjes. Dan gaan we eerst Jezus in zijn kribben leggen. En dan gaan we de geboorte vieren. Kijk eens, Sterre. Fijne kerst! Nou, we krijgen van veel mensen de vraag, wat gaan jullie nou doen met kerst? Gisteren de 24ste hebben we met het gezin gevierd. We hebben cadeautjes uitgepakt. We hebben een beetje de tradities van Zweden genomen. We hebben Kalle Anka gekeken, oftewel Donald Duck. En we hebben eigenlijk een beetje onze eigen tradities gedaan, die we altijd doen met de kerst. Dus we hebben om 12 uur 's nachts hebben we ontbeten en de geboorte van Jezus gevierd. En vandaag, eerste kerstdag, gaan we samen vieren met vrienden van ons. Ja, dat is wel grappig. Dat zijn eigenlijk de oude overburen van mijn ouders. En die zijn ook deze zomer naar Zweden verhuisd. En het toeval wil dat ze ook nog eens heel dicht bij ons in de buurt zitten. En dat klikt gewoon heel leuk. Dus eerste kerstdag vieren we samen met hun. Dus we hebben de tafel wat groter gemaakt, want we zijn met heel veel mensen dan samen. En tweede kerstdag zullen we gewoon met het gezin zijn. Gaan we waarschijnlijk een leuke wandeling maken of iets dergelijks. En we genieten nu van het weer. Het is begonnen met sneeuwen. Ik kan het nog niet heel goed zien, maar de eerste sneeuw komt naar beneden. Met een beetje geluk hebben wij een witte kerst. Thank you.
voor. Is het lekker? Davy, was toch hè? 6-3. We hebben natuurlijk lekker kerstvakantie. You love. En dus we zijn heel veel aan het wandelen. We zijn vandaag in Mariebergskoegen. En het sneeuwt. Wat ben je aan het doen, Levi? Sneeuw pakken. Thank you.
deze video. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en laat zeker een reactie achter in de comments. Tot de volgende keer. Hey doei! Hey doei! Hey doei!